Nee! Godsamme. Nee. Wedden dat ik er nog in kom? Ja. Wedden dat ik je kan kicken van de server? Bluff! 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 Nee. Bluff! Oké. Okay. De steun! Ik denk als je pre-fighter hem killt. Oh, ja, lekker Daniel. Die was smerig. Ik zag hem op de camera. Echt vies. Ik zag hem op de camera. Coole master truc wordt weggegeven. Ah! Dacht je dan? Dat zijn 12 hele game setups. Als ik er niet aan één kwam, dan... Ik ga Daniel weggeven. Ik zei waarde weggeven, Adrien. Pardon? Hij kunt er ook meteen in de chat. Maar hij zei het toen dat het hier buiten op stream was. Of wat? Ja! Wat? Daam. Twee daam. Wacht even. Hij ziet mij niet eens, hij heeft pre-fire. Nog één links, nog één links. Oké. Ja, dan al mee. Wow! Ja, die gast die lagt, hè? Kom boosteren, kom boosteren, kom boosteren. Ja, maat. Ja. Oh, je hebt alles al gekund gekild, oké. Okay. Ja, natuurlijk. Oh, er zit er eentje in de garage, man. Komt bij mij terug. Nee hoor. Nee, nog eentje. Nog eentje? Ja, weet ik niet. Nee. Die zie je eens, wacht. Af, af! Jurriaan! Ja, echt goed, ik ben er. Ah, ik ben er. Oh, ik heb deze game zo lang niet gespeeld. Kan jij een sandwich houden, blauw? Sandwich. Nee, blauw staat rechts van mijn vriend. Eentje zit vast in pallet. Ja, eentje nog steeds op pallet. Dat is boost. Nog maar één, hè? Nog maar één. Flash. En hij was gewoon wit. Of Zelda stijl voor Minecraft. Nee! Nee! Ik heb nooit Legend of Zelda heb gespeeld. Ja, Stan. Nee! Nee! Godsamme. En de pas. Beleunt. Nog steeds, ja? Klaus mee. In de rug. Oké. Okay. Dat was een ace. Ace. Maar kills vlotten niet meer zo. Oh, oh, oh. Oh, die was smerig. Your skill is worthy of respect. Oké. Okay. Nu gaat hij Gigantamaxen. Ja. Yep. I'm screwed. I'm so screwed. Doet me een beetje denken aan... Oh! Damn! Cinderace! Ace move, guy! I mean, bye, maar... Hij overleeft het! Hij overleeft het! Let's go! Wegwezen, vriend! Ik heb je gewoon! Dit is kleine Timmy. Every time I meet Granny Opal, she tells me I should wear more pink. En toen deed hij het. En toen hadden we Timmy. En daar zijn we heel blij mee. Rick, kom je naar de studio? Ja, ik bedoel, ik download nu films van 60 gig, dus weet je. Hallo. Hi Rick. Oh.
Oh, je bent moderator nu natuurlijk. Jeetje. Ik schrik me dood. Ik denk, hoe kom jij in godsnaam de studio in? Dat dacht ik echt even. Maar wacht even. Wie heeft dit gedaan? Wie is er wakker van de moderators? Ja, jij dus. Slecht. Wow! Wow! Lekker broodje knakworst. Oh, Koentje, dat wil ik ook. Katrien! Gepest hier. Wel met geen sausijzenbroodjes gekregen. Ik zeg delen, Niels. Met iedereen op de stream. 59 gelijke delen. Helemaal goed. Gooi het gewoon in de blender. Joh. Joh. Oh, dat vind ik wel lekker hoor. Ja? Ja, jij kan het broodje uit de blender. Ik heb geen lepel. Het hele lepel, weet je, zo'n boes boes. Met zo'n diep land rondgaan. Zo'n sausenbroodje. Kun je nog even vastje? Nee. Leef zich alleen hoor. Shit. Super, super travelable, enjoyable. Ik weet wat jullie bij de volgende modlan krijgen. Ja, maar dat ben ik niet. Waarschijnlijk. Ik wil wel een grote bender nemen. Ja, kom even langs brengen dan. Ik ga een stuk erop. Maar er zijn ook mensen die, ja, die een weekend hebben gehad wat ze nooit meer gaan vergeten. Kevin, goedenavond. Goedenavond. En jij gaat dit weekend nooit meer vergeten? Nee, zeker niet. Zeker niet. Het was echt een avontuur. Wat heb jij jezelf aangedaan, Kevin? Ja, dat zeg je wel goed. Ik heb van vrijdagochtend 11 uur tot vrijdagmiddag ongeveer 2 uur, kwart over 2, livestream gedaan op Twitch. Maar dat is maar 3 uur en 3 kwartier, hè? Nee, ja, nee, ongeveer 27 uur. Dan heb je tot zaterdagmiddag 2:15 die stream gedaan. Zei ik het ook? Je zegt van vrijdagmorgen 11:15 tot 2:15. Ja, ja, in ieder geval mee. Ja, de volgende 2:15 de volgende dag. Ik zeg het fout. Leg even uit voor degenen die geen idee hebben wat Twitch is. Nou, Twitch is een videoplatform wat van Amazon is. Amazon kennen de meeste mensen tegenwoordig wel. En daar wordt veel gelivestreamd, vooral games ook. Dat is ook wat ik doe onder de naam KCNL. En ja, mijn community, mijn kijkers, die hebben mij eigenlijk erbij genaaid. Omdat ik met mijn grote bek zei van ja, als we het huidige spaardoel op de stream nog deze week zouden halen, dan zou maar, ik een... Maar het spaardoel op de stream, waar praten we dan over? Over MB's, over euro's, wat is dat? Nee, dat is was een spaardoel voor een VR-headset, wat prijzige dingetjes zijn. Ja. En we zaten op ongeveer, 60% van het spaardoel. Maar voor hoeveel geld kun je zo'n ding halen dan? Ja, 1100 euro is deze. En dat heb je dan, weten te bekostigen via donaties van mensen die naar je stream kijken? Exact, precies. Hey, nu begin ik eindelijk een beetje te begrijpen waar mijn maat Daniel Lippers de hele tijd mee bezig is. Ja, precies, ja. Want Daniel is zeg maar gewoon, die zit na mij in de avond van 538. En die zegt gewoon wel eens tegen mij van ja, maar ik kan nu niet, want ik ga zo meteen streamen. Ik zeg, wat? Ja, ik ga zo meteen streamen. Maar hij zit, er valt gewoon serieus een money mee te halen met dat Twitch. Ja, goed. Daniels, ik ken hem toevallig wel. Hij is een wat ander kaliber streamer dan ik. Zo groot ben ik nog niet. Nou ja, is Daniel groot op Twitch? Dat vind ik ook weer moeilijk te zeggen, maar in ieder geval een heel stuk groter dan ik zelf. Oké. En ik zei gewoon voor de grap van ja, weet je, als we dit op korte termijn nog halen, en dat ging echt nog om 400-500 euro. Ja. Dan doe ik gewoon een 24 uur streamen en binnen een week was het gewoon gehaald. Dat is echt bizar. Nou, leuk dus toch? Ja, daar sta je dan met je grote bek en dan moet je het doen ook natuurlijk. En wat doe je dan op zo'n stream? Wat doe je de hele tijd? Wat laat je zien? Dit viel samen met de release van de nieuwe Pokémon game. Ja. Die we als voor de community ook al hadden gehaald. Dus dat zijn we eigenlijk gaan spelen. Ik heb een sponsor en die had ik een mailtje gestuurd van hey, kunnen we wat tofs doen? Dus ik mocht allemaal prijzen weggeven aan de community wat
Nou goed, dat valt een enorm goede aarde natuurlijk, want het zijn Nederlanders, dus gratis dingen is altijd... En gratis spullen altijd lekker natuurlijk, dat maakt niet uit. Precies, daarom. Ja. Dus het was echt wel een hele toffe ervaring. Hey, en wat doe je dan nog gewoon als luisteraar bij die ouderwetse, bij die bejaarde radio dan nog? Dat vind ik dan wel leuk. Nou, het is echt heel toevallig, want naar mijn werk rijd ik altijd met jullie aan. Oh, heel goed. En mijn broertje die was hier voor het weekend ook. Ja. En ik rijd hem net even naar het treinstation en toen hoorde ik dacht, nou weet je wat, ik app het gewoon even. Hey, wat goed jongen. Nou, fijn dat je er bent. Rustig aan, een beetje bijkomen. En mocht je volgende week weer wat willen verdienen, moet je 2 dagen door, hè? Dat begrijp je wel. Ja, precies. Nou, dat is iedereen al. Volgende keer 48 uur. Oké, jongen, rustig aan, hè. Yo, fijne avond. Yo, fijne avond. Goedemiddag, dames en heren. Broertje NL live op Twitch. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van de 24 uur stream. Yo! Ja? Waar is die man? Gast. Boeien. Weet je wel. Hou verhuis, vriend. Hoi. You work this part immediately. You are not approved trash. Okay. You are not approved trash. You are not approved trash. Thank you! Steam VR heeft een soort home experience en dat is eigenlijk een soort kamer die je zelf kan inrichten en zo. Alleen daar al is het echt super vet. Je kan in de lucht tekenen, dan kan je het vastpakken en omdraaien en het is echt cool, bro. Het is echt heel erg cool. En my mind got blown op het moment dat ik het kon vastpakken en opzij kon schuiven. Ik had echt zoiets van, wat gebeurt hier? Eerst gelijk piebels en boobies tekenen. Hoe weet je dit? Dat is zelf wel ook leuk. Smee. Woe! Tim! Je denkt, maak me even wakker. Ik blijf dit lekker nummer kennen, ik weet niet hoor. Laten we de bom nou achter, jongens. Eentje down, Ivy. Eentje down, red container. Eentje down, Ivy. Lopen jullie door, jongens, ik heb A al gekleerd. Gaat mee eens, hallo?